Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Dit Was De Week. Dinsdagochtend presenteerde Mirjam haar politiek pamflet genaamd Een Hoopvolle Koers. Ja, en dat gebeurde allemaal in Nieuwsport, de plek waar politici en journalisten elkaar ontmoeten. Zomer of op een speciale dag, dinsdag dus. Ja, en vandaag praten we je helemaal bij over onze plannen voor de komende tijd. Laten we beginnen. Ja, en dit is hem dan, het visiestuk van onze partij. Hoop voor een ongenadige tijd. Afgelopen dinsdag werd het door Roel Kuiper gepresenteerd en overhandigd aan partijvoorzitter Ankie van Taathoven en partijleider Mirjam Bikker. Het stuk spreekt van de onopgeefbare missie van christelijk sociale politiek. Wat de ChristenUnie staat en valt met welke waarden heb je, wat draagt je, dat is christelijke politiek. En dat begint voor mij, hoe kijk je naar mensen? Zorg je goed voor elkaar? Ja, dat heb ik wel in het jasje van deze tijd gezet, want ik zie heel veel jongeren waar het niet goed mee gaat. Die mentaal hun gezondheid staat onder druk en dat zegt iets over deze tijd. Dus ja, dan pak ik die oude waarden, dat zie je wel vaker bij christenen, we houden gewoon van oude woorden, maar die vertalen we wel naar deze tijd. En met dat visiestuk is Mirjam Bikker aan de slag gegaan en daar heeft ze haar politiek pamflet Een Hoopvolle Koers bovenop gelegd. Ik start nu in de oppositie als leider van de ChristenUnie en ik wil heel graag neerleggen waar wij voor gaan. In plaats van dat ik alleen maar mee ga doen aan het gekissenbis, ga ik ook lekker doen, maar wel op een manier dat het land ervan opknapt. En dat leg ik hier neer. Door te kiezen voor de toekomst van kinderen, door pal te staan voor een rechtvaardige overheid en door te bouwen aan een economie voor mens en schepping, wil de ChristenUnie de komende jaren bijdragen aan een bloeiend land. Dat doen we hier in Den Haag, in de Tweede Kamer. Maar ook op al die plekken in het land waar ChristenUnie mensen actief zijn en het goede zoeken voor hun stad, hun dorp of regio. Wat mij opviel aan de visie en waar ik echt blij van word, is de aandacht die gegeven is aan de gemeenschappen. Dat we erover nadenken, hoe bouwen we sterke gemeenschappen. En we kijken daar ook heel specifiek in de visie naar de rol van de overheid, hoe die dienstbaar is aan de gemeenschap, hoe de gemeenschap tot bloei komt. Heel specifiek wordt ook gekeken naar de rol van ondernemers, hoe die een bijdrage leveren en het belang van ondernemerschap. Ook in die gemeenschappen. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat we dat ook weer in het licht zetten. Dat er aandacht voor is. En daar word ik dan ook blij van dat ik dat terug kan lezen in de visie. En dat past heel erg bij onze koers. En zal ook in de regio's waar we sterke en bloeiende gemeenschappen hebben, denk ik dat dat ook heel goed passend is. En ook onze jongerenafdeling Perspectief is blij met onze plannen. Met natuurlijk speciaal aandacht voor onze jongeren. Wat me aanspreekt in het stuk is dat we nieuwe generaties centraal zetten. Dat we echt aan de slag gaan voor jongeren en voor kinderen en voor de generaties die nog geen stem hebben. En voor jongeren dus, mensen die misschien hun stem nog niet helemaal hebben leren gebruiken, maar die wel een belang hebben. En dat zetten we voorop. En dat spreekt mij als voorzitter van Perspectief natuurlijk enorm aan. Hallo, hallo. Even snel uit het debat. Ja, over Groningen. Gaan we het zo over hebben. Eerst even over dinsdag. De presentatie van onze plan. Hoe kijk je terug op dinsdag? Het was een hele mooie dag waarin we stevig hebben kunnen neerzetten waar de ChristenUnie juist in deze tijd voor staat. Een nieuwe tijd, hè. Wij gaan de oppositie in. En ik vond het belangrijk om te laten zien waar klopt ons hart. Dat hebben we dinsdag mogen presenteren. En waarom een pamflet? Waar klopt je hart? Wat we het allerbelangrijkste vinden is juist in deze tijd, laten we het oog hebben op onze kinderen, op de samenleving waarin ze opgroeien. Te vaak verkruimeld, te vaak verhard. Wij willen hoop brengen in hoe ze opgroeien, de kinderen, zorgen dat er betaalbare huizen zijn, in hoe ze opgevoed worden, dat je de ruimte hebt als ouders om te kunnen zorgen en ook wel dat we aanpakken op al die plekken waar het misgaat. Als ik zie de online gokindustrie, ik was er deze week nog druk mee, hoe dat jongeren eigenlijk zuigt in hun telefoontje, maar vervolgens met schulden en verslavingen achterlaat, dat moet gestopt. We hebben nog meer dingen neergezet, maar voor dit korte filmpje is dit de eerste. Dat was alleen nog maar de eerste pijler. Er is ook een tweede, een rechtvaardige overheid. Dat haakt natuurlijk heel mooi in op het debat wat jij vandaag voert over Helaas, Groningen. Ja. Ja. Dat heeft zelfs het pamflet ook gehaald, dat Groningen dossier. Vertel, waarom is dat zo belangrijk? Dat is superbelangrijk. We hebben in Groningen de afgelopen jaren gezien hoeveel schade er is toegebracht door de aardgaswinning. En hoe lang Groningen heeft moeten wachten op recht. Ik heb te veel Groningers gesproken die geen vertrouwen meer hebben in de overheid. Die niet meer naar dit debat kijken. En wij vinden dat er recht moet worden gedaan. En dat betekent een gelijkwaardig herstel. En ook zorgen dat huizen echt worden aangepakt. We zeggen, regel dat nu helemaal. Dat is het laatste bedrag wat het kabinet wel moet leveren. Wat ze niet willen doen. Wij leggen de voorstellen neer. Heel helder. Nou, je hoort het. Genoeg munitie, genoeg vuur. Ga naar www.christenunie.nl/koers om het pamflet te lezen. Nu we onze plannen hebben gepresenteerd, gaan we graag met jou in gesprek. Check onze website voor meer informatie over onze ledenavonden. Deze week vroeg Don Ceder aandacht voor een bewustwordingscampagne en een petitie van Open Doors
voor vervolgde christenen in Sub-Sahara-Afrika. En dan heb ik het over de 16,2 miljoen christenen in Sub-Sahara-Afrika. In landen als Nigeria, Mali en Burkina Faso worden dagelijks christenen vervolgd, verdreven, vermoord. En de wereld is te stil. Nederland is te stil. En daarom ben ik zo blij met de campagne van Open Doors en de petitie genaamd Breek de Stilte. Want het is zo belangrijk dat wij vanuit hier onze stem laten horen. Dat kan door middel van gebed, maar het kan ook door je stem te laten horen door de petitie Breek de Stilte te ondertekenen. Ik doe mee, ik laat mijn stem horen. Doe jij ook mee. Pieter Giemis, die misten we deze week. Hij is in Zwitserland en Oostenrijk op werkbezoek met de Landbouwcommissie. En hij heeft een korte update. Goedemorgen vanaf Wien Houtbaanhof. We staan samen met de collega's van LVVN, van de Landbouwcommissie uit de Tweede Kamer. We staan op het punt om terug te reizen van Wenen per trein naar Nederland. We hebben een prachtige week gehad in Zwitserland, een niet-EU-lidstaat, en Oostenrijk, een EU-lidstaat. En daar hebben we met elkaar nagedacht en bezoeken gebracht, gesprekken gehad met boeren, met supermarkten, met andere marktpartijen, maar ook met collega-parlementsleden in Zwitserland en Oostenrijk over hoe je als boer in de toekomst een boterham kan blijven verdienen, ook in een gebied met natuurlijke beperkingen. Een mooie reis ligt voor de boeg en volgende week weer met frisse zin aan de slag in Den Haag. Groeten! Dit was de week van de ChristenUnie. Dank voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en alvast een mooi weekend gewenst. Doei! Doei!